Hallo iedereen en welkom op het AT-kanaal. Zoals de meeste van onze abonnees wel weten, stellen wij steeds nieuwe onderwerpen voor. Daarom gaan wij u nu weer meevoeren naar de wereld van de technologie. Samen zullen wij nogal een bijzondere kernreactor ontdekken. Kernenergie produceert koolstofvrije elektriciteit. De Verenigde Staten gebruiken het al tientallen jaren om elektriciteit op te wekken. Deze schone energie draagt echter een gevreesd stigma met zich mee. Na de rampen in Tsjernobyl en zelfs Fukushima is het publiek zich terdege bewust van de gevaren van kernenergie. Bovendien stijgen de kosten van de nucleaire productie. Dit in tegenstelling tot de dalende kosten van alternatieve vormen van energie. En er wordt verwezen naar zonne- en windenergie die steeds meer aan populariteit winnen. Het doet misschien geen belletje rinkelen, maar thorium zou kernenergie voor altijd kunnen veranderen. Thorium is China's antwoord op het wereldwijde energieprobleem. Zij geloven dat het een alternatief kan zijn voor uranium voor toekomstige kernreactoren. Maar waarom, denkt u? Welnu, thorium staat bekend als een zuivere en schone energiebron. Wetenschappers schatten dat er 4 keer zoveel van in de wereld is als van uranium. Daardoor kan het zowel een veilige als een overvloedige energiebron zijn. Maar waarom zou het terrein van de kernenergie kunnen veranderen? Laten we eerst het verhaal achter dit fascinerende element ontdekken. Thorium werd in de jaren 1829 ontdekt door een Zweedse scheikundige, Jön Jakob Berzelius genaamd. Hij noemde het naar de Noorse mythologische god Thor. Klinkt die naam u niet bekend in de oren? Ja, het is de god van de donder, bliksem en stormen, die wij kennen uit de science fiction films. Volgens de legende symboliseert het dapperheid, kracht, behendigheid en overwinning. Maar thorium is al vele jaren vrijwel ongebruikt gebleven. Het materiaal kwam pas in gebruik in 1985. In combinatie met ceriumoxide werd het gebruikt om de helderheid van traditionele lampen te verhogen. Maar hun markt stortte in aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en thorium werd weer niet interessant. In 1898 ontdekte de natuurkundige Marie Curie de radioactiviteit van thorium. Tussen 1890 en 1903 hebben de scheikundigen Rutherford en Frederick Soddy aangetoond dat het verval ervan een exponentiële vervalwet volgt. Zij ontdekten dat het materiaal, zodra het vervalt, een reeks van verschillende andere chemische elementen induceert. Uranium is er één van. Ter herinnering, uranium is het materiaal dat tegenwoordig op grote schaal gebruikt wordt om kernreactoren van brandstof te voorzien. Dat is niet alles. In 1925 vonden scheikundigen een manier om hoogzuiver metallisch thorium te produceren, via een proces dat de gesmolten zonemethode wordt genoemd. Sindsdien is thorium van groot belang voor wetenschappers. Als gevolg daarvan heeft het materiaal zijn weg gevonden naar verschillende gebieden. In metallurgie wordt thorium gebruikt als legeringsmiddel voor staal. Het wordt ook gebruikt bij de vervaardiging van kathodes en elektroden. In de glasindustrie wordt thoriumoxide gebruikt om kwaliteitslenzen te maken voor onze camera's en laboratoriuminstrumenten zoals de microscoop. In de jaren 1930 en 1940 gebruikten wetenschappers het om röntgenstralen te absorberen in de radiologie. Maar van dit gebruik werd helaas afgezien. Het blijkt dat het materiaal in kwestie op lange termijn kankerverwekkend is. Maar waarom wil China eigenlijk een thoriumreactor? De integratie van thorium in kernreactoren wordt al vele jaren bestudeerd. Maar het is niet bewezen dat het een levensvatbare optie is, gezien de rentabiliteit van elektriciteitscentrales die al op dit materiaal draaien. In tegenstelling tot uranium is thorium geen splijtbaar element. Dat wil zeggen dat het alleen energie kan produceren wanneer het gecombineerd wordt met een splijtbaar element. Dat kan verrijkt uranium of plutonium zijn. Wetenschappers zijn van mening dat de enige veelbelovende technologie voor het gebruik van thorium de gesmolten zouttechnologie is. Een gesmolten zoutkernreactor gebruikt namelijk splijtstoffen. Die kunnen bestaan uit plutonium, uranium-235 of uranium-233. Dit zijn elementen die ontstaan bij de omzetting van thorium. Deze reactor zal op middellange termijn rendabel zijn. In feite is het een van de technologieën van de toekomst, zoals het Generation 4 International Forum in een van zijn publicaties stelt. Maar helaas alleen in zijn uraniumversie. Thorium is niet geprojecteerd, evenmin als andere brandstoffen waarvoor een deeltjesversneller nodig is. Maar dat weerhoudt sommige organisaties er niet van om een ambitieus project rond dit materiaal op te zetten. Op dit ogenblik heeft China reeds zijn eerste proef met een gesmolten zoutreactor uitgevoerd die vrijwel succesvol is gebleken. De technologie wordt gebruikt in de stad Wuhan. Het blijkt dat het prototype in staat was om 1000 woningen van energie te voorzien.
Volgens China zou deze innovatieve reactor, als alles volgens plan verloopt, kunnen helpen om zijn energiedoelstellingen te halen. De Chinese autoriteiten zijn van plan een kerncentrale te bouwen die thorium als voornaamste brandstof zal gebruiken. Volgens de autoriteiten zou deze centrale kunnen voorzien in de energiebehoeften van tenminste 100.000 woningen. Dit zou een echte stap voorwaarts zijn in de nucleaire industrie. Maar thorium wordt niet alleen begeerd om zijn overvloed of prestaties als splijtstof. Het is ook een materiaal dat de huidige klimaatverandering zou kunnen afremmen. Een groot deel van het milieuafval is inderdaad afkomstig van kerncentrales. Dit geldt vooral voor de opslag van kernafval dat honderden of zelfs duizenden jaren meegaat. Het blijkt dat thoriumreactoren minder proliferatie veroorzaken en minder radioactief zijn dan uraniumreactoren. Bovendien kan het afval dat in gesmolten zoutreactoren wordt geproduceerd gemakkelijk worden verbrand of gerecycleerd. Maar dat is nog niet alles. Thorium zou ons ook kunnen helpen in de strijd tegen de proliferatie van kernwapens. In tegenstelling tot uranium beperkt het de productie van plutonium. Voor de goede orde, dit is het sleutelelement van kernwapens. Het zou een echt alternatief voor uranium kunnen zijn. Thoriumreactoren zijn nog steeds een andere manier om elektriciteit te produceren, maar het zou de wereld ten goede kunnen komen. Ze zijn efficiënter dan hun tegenhangers die fossiele brandstoffen gebruiken. Deze reactoren zijn ook veiliger dan een conventionele kerncentrale. Doordat het geen koolstofemissies genereert, is het een levensvatbare oplossing voor de toekomst van de energiebehoeften van onze wereld. Het publieke stigma van kernenergie is echter reëel en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van thorium. Het moet overwonnen worden voordat de wetgevers optreden. Als men geld wil uittrekken voor onderzoek, moeten eerst meer mensen overtuigd worden. Zonder steun van het publiek en de wetenschap zal het moeilijk zijn om met deze technologie vooruit te komen. Onderwijs is waarschijnlijk nuttig om de thoriumagenda vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door informatie te verspreiden over reactoren op basis van thorium en het publiek voor te lichten over de veiligheid ervan. Zelfs met al deze voordelen is thorium vandaag de dag nog steeds niet beschikbaar voor de meeste landen. Hoewel het in onze huidige reactoren gebruikt kan worden, is het nog steeds nutteloos. Wij zullen immers nog steeds hetzelfde afval hebben en aan dezelfde gevaren worden blootgesteld. De enige manier om het gebruik van dit materiaal rendabel te maken is in een gesmolten zoutreactor. Maar wetenschappers zijn daar erg huiverig voor, omdat het relatief duur is om te maken en vrij ingewikkeld om te construeren. En hoewel er in verschillende landen onderzoek naar thorium is gedaan, zijn alleen India en China er actief mee bezig. En zij hebben verklaard dat zij van plan zijn het in de nabije toekomst te gebruiken. India bijvoorbeeld voorspelt dat het tegen 2050 tot 30% van zijn energiebehoeften zou kunnen produceren. Maar waarom is er zo'n terughoudendheid om zo'n schone technologie te gebruiken? Een deel van de reden is dat de traditionele nucleaire technologieën nog functioneel zijn. Daardoor zijn ze veel goedkoper. Thoriumreactoren hebben een hogere kostprijs voor de fabricage van brandstof. Ook is er nog geen infrastructuur voorhanden om thoriumtechnologieën te ondersteunen. Dit impliceert opstartkosten en uitvoering van administratief toezicht op deze technologie. Vindt u dat het publiek het gebruik van thorium in de opwekking van kernenergie moet aanmoedigen? Vertel ons erover in de comments. Dat was het, mensen. We komen aan het einde van onze video. Als u het onderwerp van vandaag leuk vond, laat dan een reactie achter. Vergeet trouwens niet om u te abonneren op het kanaal en de notificatiebel te activeren. U blijft op de hoogte van de nieuwste onderwerpen. Like deze video en hopelijk tot binnenkort bij ATEC.